welkom bij weer een nieuwe aflevering van Theater Amateurs. Vandaag nemen jullie mee een kijkje achter de schermen bij decor. En requisieten. Veel kijkplezier! Het decor zijn allerlei bouwsels die op het podium staan. Met een decor wordt er een plaats aangegeven waarin een theaterstuk zich afspeelt. In overleg met de regisseur wordt er bij elke voorstelling een bijpassend decor ontworpen. Het decor kan van moeilijk naar makkelijk worden ontwikkeld. Denk aan decor die via kabels of loopbanden van links naar rechts gaat. Of decor die van boven naar beneden komt. Maar het decor kan ook gewoon vast op de grond blijven staan. Vaak vinden er tijdens een voorstelling decorwisselingen plaats om zo de scène op een andere plek plaats te laten vinden. Ik ben Niels Bosman, ik ben 20 jaar en ik doe een opleiding lichttechnicus. Wat is zo belangrijk aan een decor tijdens een voorstelling? Met je decor maak je eigenlijk heel snel de locaties duidelijk waar je bent. Dus dan hoeven de spelers niet te gaan improviseren dat ze ergens op een locatie zijn, maar je laat gewoon heel erg duidelijk zien waar het zich afspeelt. En hoe ontwerp je dan zoiets? Je gaat eerst zitten met de regisseurs en die hebben meestal een idee in hun hoofd voor hoe het er ongeveer uit moet gaan zien. En dan met die ideeën ga je aan de slag om tot de sfeer te komen die de regisseurs in hun hoofd hebben. En hoe komen jullie aan je spullen voor een decor? De meeste maken we allemaal zelf hier zo. Maar als we wat nodig hebben, dan kunnen we eventueel dingen bijbestellen. En als de show voorbij is, waar gaat het decor dan heen? Het meeste bewaren we. En als het te groot is, zoals het huisje achter mij, dan wordt het uit elkaar gehaald en dan wordt het hout opnieuw gebruikt. Hoe laten jullie decor bewegen tijdens een voorstelling? Het meeste wordt gebruikt bewogen door onze mensen zelf. Dus dan staan er technici achter die het bewegen. En soms hebben wij de mogelijkheid om het mechanisch te laten bewegen. Hoe lang van tevoren beginnen jullie met een decor maken? Wij zorgen eerst dat de decortekening ver van tevoren af is. Dus meestal 3-4 weken van tevoren dat we een decortekening hebben liggen. En dan meestal 1 of 2 weken van tevoren gaan we beginnen met bouwen. Met hoeveel man werken jullie aan het decor van 1 voorstelling? Meestal voor het decor zitten we wel aan 3-4 mensen. Tenzij het een heel groot decor is, dan is het al meestal een groep van 8. Wat is het verschil tussen amateur en professioneel bij decor? Professioneel die hebben vaak mensen die daar een speciale opleiding voor hebben. En dat is ook hun baan die dit echt doen. Dus die zijn al heel lang mee bezig met wat ze kunnen doen en die hebben heel veel ervaring. En bij ons bij amateurs is het toch een beetje dat je het doet met je ervaring die je hebt. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Zo ja, dan zou het tof zijn als jullie een duimpje omhoog doen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Laters!